Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet je eigen boek schrijven? Waarom niet je eigen boek schrijven en opdragen aan je zoon? Nou, dat is gebeurd en mijn volgende gast gaat me daar alles over vertellen. Vandaag zitten we met Jeffrey Spalburg. Jeffrey. Hi Jelena. Ik heb net ontdekt wie je bent. Ik hoorde dat je stem wie je was. Maar misschien voor de mensen die kijken die het nog niet weten. Wie is Jeffrey Spalberg? Jeffrey Spalberg is een uh, cabaretier. Mm -hmm. Een schrijver en een regisseur. Ik ben begonnen als rapper. En eigenlijk ben ik, waar ik steeds meer achter kom, een verhalen verteller. Want ja, soms moet een verhaal in een song. Soms mm -hmm. moet het in een grap. Comedian. Soms help ik anderen daarmee. Ben ik een regisseur. En soms schrijf je een boek. En ja. dat is nu gebeurd. Het is echt gebeurd. Maar voor we naar het boek gaan, vind ik het toch wel belangrijk om te emphasis. Je zegt dat je bent iemand, je bent een verteller. En het kan in zang woord. Eh, ja. of, maar een van de belangrijkste nummers voor de, uh, de Surinamers en volgens mij, van meetheid. Dus ik kan nu al tijd zeggen. Je hebt gewoon een prachtig nummer samen met de uh, andere Surinaamse ster geschreven. Zo, so, misschien kunnen ze het gezicht nog niet plaatsen. Maar je mag nee. het ook wel even zeggen hoor. Nou ja, ik denk dat mensen me kennen van het nummer Paramaribo. Mm -hmm. Met Kenny B. Dat ja. hebben we samen gemaakt. Dat klopt. Ja. Oké. Okay. Zo so, als ik jou was, zou ik het met meer enthousiasme doen. But... Ja? Okay, ik ben heel enthousiast hoor. Yeah. Ik ben echt. Uh, ja, ja, ja. Ik ben heel enthousiast. Dat nummer is nog steeds. Kijk, het is tien jaar oud nu mm -hmm. en het is nog steeds daar. Mm -hmm. Het is een anthem, het wordt nog gespeeld. Ik krijg filmpjes als ik niet in Suriname ben. Mm -hmm. hè, van de doministra dat iedereen Paramario yeah. aan het zingen is. Ja, dan krijg ik kippenvel. Dus ik, ik weet wel dat het zo is. Dus ik, ik, ik blijf enthousiast over dat nummer. Oké, okay, now you know. I, This is the guy. <laughs> Maar nu terug naar het belangrijkste, want je hebt een boek geschreven. Mm -hmm. Niet gewoon een boek, maar echt met een, met een heftige titel. Ja. Ik ben jullie meester. Vind je het heftig, de titel? Ja, yeah, want no offense. Ik zal niet zeggen I Live a Different Lifestyle, want iemand me zegt: uh, ik ben je meester. Ja, het ja, kan alle kanten opgaan. Klopt. Ja. En dat is ook een beetje de bedoeling uh, uh, van de titel: dat het alle uh -huh. kanten kan opgaan. Kijk, uh, mensen vragen me ook meteen: wat betekent dat? Uh -huh. Als je het boek leest, dan, dan weet je wat het betekent. Maar ik wil wel een tipje van de sluier oplichten. Uh -huh. Het is een boek, uh, uh, ons familieverhaal, uh -huh. wat begint bij mijn vader. Uh -huh. En ik ben ooit vader geworden in hetzelfde jaar dat mijn vader overleed. Dat zette me aan het denken: uh -huh. wat voor soort vader wil ik zijn? Uh -huh. Mijn vader komt van een arme komaf uh, hier in Suriname. En heeft heel veel opofferingen ge gemaakt om ons te kunnen brengen waar we zijn. En hoe heeft hij dat gedaan? Door middel van dat hij een meester was. Hij was leraar, hij stond mm. voor de klas. Ha. Ah. Oké, okay, ja. Oké, okay, yeah. <laughs> okay, ja, 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 ja. Die kant kan <laughs> het opgaan. Ja. En natuurlijk, weet je... Um, het is, het is, ik ben begonnen dit boek te schrijven. Ik had al heel lang dit idee. Omdat mm. ik dus mijn vader uh, verloor. Mm -hmm. Jij denkt nou over wat voor vader je wil zijn. Maar tegelijkertijd... Um, toen mijn zoon een jaar of acht was... En dat is dezelfde leeftijd, uh, hoe het boek begint, dat mijn mm. vader 8 is. Toen werd het uh, tegen hem gezegd dat hij moest oprotten naar zijn eigen land. En toen dacht ik, ja, hallo, dit moet echt afgelopen zijn. Het is tegen mijn vader gezegd, het is tegen mij gezegd, nu moeten we het niet meer tegen onze zoon gaan zeggen. Mm. En uh, mijn zoon heeft als Surinaams Nederlandse jongen alle recht van de wereld om in Nederland te mogen wonen. En yes. dat wilde ik uitdragen, dat wilde ik vastleggen. Dus vandaar dit boek. Ik ben jullie meester. Nou, het boek zelf ziet er prachtig uit. Een mooie cover en de color scheme. Yes, Brian Elstak heeft de cover gemaakt, de yeah. kunstenaar. En uh, ja, hij heeft het heel goed gedaan. Dus ik uh, krijg ook vaak complimenten over de cover. I yeah, really like that. Oké. Okay. Maar terug naar het verhaal. Want ik heb zeg maar eerdere interviews van je gehoord. En eigenlijk wil je niet zoveel prijs geven voor het verhaal zelf. Because you just have to read it to, to understand what mm -hmm. you're talking about. Maar hoe was het proces voor zelf om dit boek gewoon tot leven te brengen? Want ja, je, je verloor je vader. Je werd zelf vader. Wie ja. wilde je zijn nadat je je eigen kindje had? Ha, hoe was het om dit gewoon neer te zetten? Op ik op was er al heel lang mee bezig. Want je moet je voorstellen, ik ben uh, opgegroeid in Nederland. Ik ben daar geboren. De rest van mijn familie niet. En uh, dat was al een verschil. En als jij geboren bent in een witte omgeving... en dat ben ik, in het oosten van het land, in Hengelo... dat is mm. dat andere liedje, wat op Paramaribo mm. lijkt... dan uh, word je altijd gezien als die ander. Dus als jij de hele tijd wordt gezegd... jij bent die ander, jij bent dit, jij bent dat en donderop... dat, dat is een, een, een vertrekpunt geweest voor mij om onderzoek te doen... van hé, hey, maar wat is Suriname dan? En hoe zit die cultuur in elkaar? En hoe gaat dat allemaal? Dus ik ben er altijd mee bezig geweest. En eigenlijk al die informatie die ik toen had... Die heb ik eigenlijk ja, verwerkt, onbewust, in dat boek. Omdat ik het dus toen al mee bezig was en niet wist dat ik zoveel jaren later een boek zou schrijven eigenlijk. Ja. En uh, het was wel een heftig proces, omdat uh, ik schrijf teksten, dat doe ik voor anderen. Ja. Kijk, als je theater maakt, is het leuk toch? Je doet het met andere mensen, ja. de zaal zit vol, je gooit een tekst in die zaal. Die, die tekst komt terug, you know? je krijgt gelijk feedback daarop. Het is een ander proces, want die mensen zijn er niet. Je zit alleen achter je pc, dus het is best lonely, zeg maar. Het is ook confronterend, want het gaat over je vader, het gaat over familiegeschiedenis. Je kan soms bijna die pijn voelen die die generatie voor ons heeft meegemaakt. En dan komt er ook nog bij dat je met je eigen pijn van vroeger en dingen. Ja, toch, besef dat je daarmee ge geconfronteerd wordt. Dus al met al is het een, uh, is het een behoorlijk uh, heftig proces geweest. Maar um, ja, een boekschrijver doe je dus ook niet zomaar in nee. één keer. En mensen die het vaker hebben gedaan, hebben ook tegen mij gezegd: Oh joh, dat wordt er gewoon bij. Mm -hmm. Je moet heel veel schrappen, je moet heel veel weghalen, je moet heel veel herschrijven. Je doet het samen met een redacteur die erbij zit. De extra pair of eyes, mm -hmm. zeg maar, die je gewoon helpt om het verhaal beter vorm te geven. En uh, ja, uiteindelijk, uh, na veel bloed, zweet en tranen, mm -hmm. ligt er een boek. Ja. Wat ik me altijd afvraag, hè, wanneer je zo schrijft, vooral als het zo persoonlijk is, is het, um, als, of tenminste het moment dat je voelt dat je klaar bent mm -hmm. met schrijven, is, was het dan een kwestie van opluchting of hey, hier nog ben ik trots op, I, I did that? Of voel je je juist helemaal vol van binnen? van, oh, Ik was leeg. Ik, 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 kijk, het is een hele reis. De mm -hmm. eerste reis is dat je eigenlijk al begint van, oeh, ik ben al aan het schrijven. Dat je jezelf overvalt van, oeh, ik heb al zoveel pagina's. Mm -hmm. Dan is er een moment van dat iemand het graag wil uitgeven. Dus dan heb je een uitgeverij. En dan is er een moment dat je naar een drukkerij gaat. En dat je daar bent. En je staat te wachten zo aan het eind van die machine. En dan komt dit er zo uitrollen. Ja. Dat is heel gek. Dat is net alsof je kind geboren wordt. Ik, ik was aanwezig bij de bevalling van mijn zoon. Stond aan de goede kant. Zo belangrijk om te vertellen. Goed gedaan. Ja, toch? En, en ja, dat, het was bijna hetzelfde gevoel. Werkelijk. Dat komt je kindje komt gewoon, you know. Wauw, mooi. Als ik naar kijk, voel je het gewoon weer Ja, je nieuw. voelt het. Ja, 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 het is echt. Ja. Uh, yeah. Oké, okay. je, je paperchild is er. Je bent nu in Suriname. Ik zal het mm -hmm. je bijna een like boektoor noemen, want yeah. ik hoor overal over je. En uh, als mensen hier kijken en horen, en gewoon excited zijn en dit willen lezen. Waar kunnen ze in Suriname het boekje krijgen? Nou, die boektour waar je het over hebt, mm -hmm. dat is gedaan door Schrijversgroep 77. Mm -hmm. Dat is echt een geweldige organisatie die dat gedaan heeft. Mm -hmm. En um, daar zal ik ook een aantal boeken achterlaten. Dus als mensen belangstelling hebben, dan kunnen ze contact opnemen... met Schrijversgroep 77 en, en dan kan je intekenen... en dan kan je zo een, uh, zo een boek uh, aanschaffen. All right. Nee, duidelijk. Wat is er nu verder voor jou nog? Want je hebt je boek geschreven, ja. twee kindjes Oud, druk leven. <laughs> ja. Is ja. er nog What's meer next? in verschiet voor jou? Nou ja, kijk, uh, mensen vragen me ook: wanneer komt je tweede boek? Weet je, terwijl ik nog eigenlijk aan het genieten ben van dat dit bewerkstelligd is. Um, ik blijf verhalen vertellen, ik blijf theater maken, ik blijf optreden als comedian. Ik heb mijn eigen platform, Fatu, in, in Nederland, wat we al 18 jaar doen. Mm -hmm. En er komen altijd weer verhalen op je pad. Dus als er straks weer een nieuw verhaal komt, dan zullen we weer zien in wat voor vorm het gaat gebeuren. Maar ja, je blijft bezig daarmee. Oké, okay, nee. Oh, natuurlijk blijven we bezig. En zo gauw je tweede paper child hier is... Is er sowieso een plekje hier. Dankjewel. So, I would oh, love to, to hear that story. Thank you. Nou, ik vond het bijzonder dat je bij me was. Dat je me wilde vertellen over the journey to get this book to life. Mm -hmm. En ik vind het geweldig dat je dit wil opdragen aan je kind. Dat hij ook gewoon mag weten dat hij evenveel recht heeft als any other person to be there. Ja. Yeah. En uh, je kan nergens van apparaat als je gewoon daar thuis hoort. Toch? So, uh, Wij horen dat thuis. Yeah. Ja. Jullie mogen so, ook hier natuurlijk. Ik is zo'n plek voor jullie hier. But nonetheless. <laughs> yeah. uh, I love that. I will come back. Thank you. Thank you. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Jeffrey Spalberg bij ons in de studio. Hij heeft Zijn eigen boek geschreven, opgedragen, aan zijn zoon genaamd. Ik ben jullie meester. Als jij nu kijkt en denkt, hey, ik wil dit boek lezen. Schrijversgroep 77 heeft een aantal boeken daar. Je kan ze opzoeken zijn op Facebook. Stuur een berichtje. Dus ga intekenen zoals hij het zei. En uh, ga jouw exemplaar halen. Ga lezen, het is een prachtig verhaal. Ik ben enthousiast. Het belooft de hele reis te worden zo so, uh, wachhini langer and remember your time plus my time is q time this is another supreme production supreme TV to entertain to inform to inspire